Maar ik zie het gewoon. Ik zie het, ik weet het. Nee, noem maar op. Maar daar gaat het nu niet over. Nu gaat het over mezelf. En eigenlijk altijd gaat het over jezelf. Want als ik het zie bij andere mensen, is het ook weer interessant voor mezelf. Want dan zie ik eigenlijk een vergrootspiegel. En als dingen gezien zijn, kunnen ze oplossen. There's a storm across the valley, clouds are rolling in, the afternoon is heavy on your shoulder. There's a truck out on the four lane, a mile or more away, and the whining of an hour away from writing all your prayers up in the sky. 10 days on the road, barely gone. There's a fire softly burning, supper's on the stove. It's the light in your eyes that makes him warm. It's good to be back home again. Sometimes this old farm feels like a long lost friend. Yes, hey, it's good to be back home. Het is bijna 12 uur en ik ben nog klaar wakker. Mijn ritme is helemaal verstoord, denk ik. Dat weet ik niet hoor. Maar het komt er door alle opwinding misschien. I don't know. Oh nee. Oh, daar komt het al. Komt de Moenie zo aan het spelen was. Misschien. Die wou zich ook even uitleven. Nadat ze zich heel keurig heeft gedragen. En verstopt. Ja, nou. Ik ben aan het kijken voor een leuk tuigje voor Moenie. Om dat te laten maken op maat. Maar ja, de maatmeter lukt al niet eens. Dus laat staan dat tuigje omdoen. Ja. Yeah. Nou ja. We zullen zien. Wat ik wou zeggen is iets heel anders. Ik las net een mooie tekst. Veel te lang om even te herhalen. Maar het kwam erop neer. Het leven ontvouwt zichzelf. Die existence, het bestaan. Het ontvouwt zichzelf. Dus hoe meer je los kan laten en hoe minder je prognoses maakt. Hoe heet dat? En hoe meer je kunt onthecht zijn aan het resultaat dat... hoe meer je kunt genieten van het zich laten ontvouwen. Maar, dat weet ik allemaal. En dat lees ik dan, denk ik, oh ja, oh ja, oh ja. En ik zie in dat dat de les is op dit moment. Of de les, de oefening eigenlijk. De oefening die ik meemaak nu. Ja. Want natuurlijk gaat je mind alvast allerlei scenario's bedenken. Hoe als het zus verloopt of zo verloopt. Zo gaat dat. Het heeft niet zoveel nut. Dus ik ga nu lekker loslaten. Lekker slapen en ik ga vertrouwen. Natuurlijk is het ook zo dat ik een hele... sterker goede band heb met mijn divine vrienden en nog wel meer mensen, geen mensen zijn, geen mensen meer, maar nou ja, dierbaren zeg maar, beschermengelen en noem maar op. Ik ben daar nou zeker dagelijks
Nee, ja, dat kan ik niet zo zeggen. Het is een soort continue uitwisseling eigenlijk. Ja, automatisch gaat dat. Dus dat houdt me ook goed bij de les. Het is ook je eigen ware zelf waar je continu mee uitwisselt dan eigenlijk. Dus ik krijg ook steeds signaaltjes. Natuurlijk, als je te veel in de stress zit, pik je die niet meer op. Dan ben je daarvoor afgesloten. Ik krijg ook heel vaak inzichten en antwoorden binnen voor andere mensen. Maar ik zeg het niet altijd. Want dan denk ik, ja, niet altijd is dat het goede moment. Of, nou ja. Maar ik zie het gewoon. Ik zie het, ik weet het. Nee, noem maar op. Maar daar gaat het nu niet over. Nu gaat het over mezelf. En eigenlijk altijd gaat het over jezelf. Want als ik het zie bij andere mensen, is het ook weer interessant voor mezelf. Want dan zie ik eigenlijk een vergrootspiegel. En als dingen gezien zijn, kunnen ze oplossen. Zo is er iemand ergens. Ik ga geen namen noemen natuurlijk. Maar er zijn zoveel mensen trouwens. Ik ga het wat algemeen houden. Die gewoon nooit vertrouwen hebben. Of eigenlijk verhalen maken over dingen om zich heen. Mensen om zich heen. Eigenlijk doet iedereen dat. Maar als je die verhalen gaat geloven en heel serieus neemt. En de buitenwereld voortdurend de schuld geeft ergens van. Dat kan soms heel ver gaan. En de mensen zijn er dan ook helemaal van overtuigd dat het zo zit. En wat dan? Daar heb je jezelf dus mee. En ja, daar kwam ook een voorbeeldje van voorbij. En toen dacht ik, ik kan wel tegen deze persoon zeggen nu. Focus op wat wel, of waar je blij van wordt, waar je dankbaar voor bent of zo. Maar als iemand aandacht vraagt voor zijn ego en zijn slachtofferschap en noem maar op. En ik ga dan daarmee in discussie, want dat is het al vrij snel dan. Of ik zeg zoiets, dan krijg je een discussie. Daar heb ik helemaal, dacht ik van, daar heb ik geen zin in. Want ik weet al hoe het gaat, hoe het verloopt. Ik weet echt wel een methode om ermee om te gaan. Maar iemand moet zelf willen loslaten van het oude verhaal. Dus je moet je slachtofferschap ook los kunnen laten weer. Nou zie ik bij mezelf ook gebeuren dat dingen soms even tijd nodig hebben om op zijn plek te vallen. Bijvoorbeeld al die nieuwe dingen die ik dan nu meemaak. Het is voor mij natuurlijk geen dagelijkse kost om mijn huis te verkopen en allerlei mensen over de vloer te krijgen. En al die informatie die dan toch allemaal wel weer meespeelt. Ja, kan ook gewoon lekker lang zitten, ik merk het wel. Oh, maar ik wil wel weten wie, wat, hoe en waarom. Ja, dat wil ik gewoon allemaal weten. Ik blijf een journalist natuurlijk. Ik wil ook weten of mensen bijvoorbeeld in de straat passen. Of noem maar op, hè, dat soort dingen. Ja. En waar ze opvallen in dit huis, wat ze leuk vinden. Omdat het huis natuurlijk mij ook aan het hart gaat, wil ik dat ook weten allemaal. Ja. Dus dat zie ik allemaal wel. En tegelijkertijd moet ik erop vertrouwen dat het zichzelf regelt. Maar dit hoort er ook bij, zeg maar. Dit deel van mij die dan denkt, ja. Wat is belangrijk? Ja, nou ja, in ieder geval. Ik ga nu slapen en lekker loslaten, overal doorheen ademen. En ook een goeie, breng alles naar je hart. Elk ongemak. En dat betekent accepteren, omarmen, dat.
Nou. Slaap lekker allemaal. Als je dit ziet voordat je gaat slapen. En anders. Als je gaat slapen. Good night. Ik weet niet waar Moody is gebleven. Die zing je nog niet moe. Maar ik ga pitten. In ieder geval. Bye bye. And the light in your eyes that keeps me warm. It's good to be back home again. Sometimes this old farm feels like a long lost friend. Yes, it's good to be back home. It's good to be back home again, you know it is. Sometimes this old farm feels like a long lost friend of mine. It's good to be back home again. I said, hey, it's so good to be back home.